Een gerecht dat ik thuis heel graag maak van kipfilet is Züricher geschnetzeltes. En dan het liefst met rösti, zo'n gebakken aardappelpannenkoek. Dat is wel grappig, want Züricher geschnetzeltes, het verwijst al naar de stad Zürich, is inderdaad een bekende specialiteit uit de omgeving van Zürich in Zwitserland. Maar van origine wordt het met kalfsvlees gemaakt. Alleen, thuis maak ik het bijna altijd met kipfilet, omdat gewoon iedereen het lust en het heel makkelijk is en heel snel klaar. Dus ik wil het je graag laten zien. Voorbereidingen zijn gedaan. Champignons in plakjes gesneden. Uitje snipperen. Hoeft niet zo heel precies als het maar stukjes zijn. Knoflook. Klein beetje snipperen. Maar ik begin met de rösti. Ja, rösti is iets speciaals. De bekende Zwitserse aardappelpannenkoek. Daarvoor heb ik aardappels, kruimig kokende aardappels, in de schil gaar gekookt. Niet te lang koken, 15 minuten, misschien 16, 17 minuten, tot ze net gaar zijn. Dan afgieten en uit laten wasemen. Dan worden ze heel droog. En als ze dan iets zijn afgekoeld, dan kun je de schillen zo afpellen, gewoon met een schilmesje. Dan hou je uiteindelijk hele droge, zetmeelrijke aardappels over, die je dan makkelijk op een grove rasp kunt raspen. En die rasp, daarvan maak je rösti. In een koekenpan. En een scheutje olie, olijfolie gebruik ik daarvoor. Een paar klontjes boter erbij voor de smaak. Kijk, en die snippers, als je dus kruimig kokende aardappels neemt, dan mogen die snippers, dit is dus al gare aardappel, die mogen een beetje plakkerig aanvoelen, want daardoor blijft het aan elkaar plakken. Dus je hoeft daar niet nog een ei door te doen bijvoorbeeld, of andere ingrediënten. Alleen de aardappels zou genoeg moeten zijn. En je kunt dat kruiden met zout en peper. Kijk, en dan pak je die rösti snippers, die aardappels zo op en die verdeel je over de pan. Duw je het gewoon een beetje aan, niet te hard. En je ziet wel, de rösti is het eerste wat ik maak. Want het Züricher geschnetzeltes, het gerecht met de kipfilet, is heel snel klaar. En dan laat ik dit rustig bakken. De bedoeling is dat die aardappel super krokant wordt aan de onderkant. Straks moet ik hem natuurlijk gaan draaien. Dan het Züricher geschnetzeltes, de kip. Ja, het is voor het sausje dus, hè? De jus, slagroom. Klein scheutje witte wijn, nog wat extra boter, ja, en de kipfilet. En de bedoeling van een Züricher geschnetzeltes is dat het mooie, dunne plakjes zijn. Het is heel anders trouwens. Ik hoor vaak dat mensen een beetje bang zijn misschien voor antibiotica in kippenvlees. Nou, is het zo dat in Nederland antibiotica niet preventief gebruikt wordt. Het enige wanneer dat gedaan wordt, gebruikt wordt, is om de gezondheid van kippen, als ze ziek zijn, te herstellen. Dus gezondheidsherstellend. En dan zijn we in Nederland heel streng dat voordat een kip geslacht wordt, dan mag daar helemaal geen antibiotica meer in zitten. Dus daar zit een bepaalde wachttijd tussen. Dus dat betekent gewoon, als je het in de winkel koopt, dat antibiotica nooit in je vlees kan zitten. Fijn om te weten. Soms worden mensen een beetje bang gemaakt door elkaar misschien. Kijk, dus dunne plakjes. Laat ik hier even liggen, alles klaar. Ik heb mijn rösti, die is inmiddels lekker zo rustig aan het bakken. Nou kun je dit heel voorzichtig, als je hem gaat keren, kun je hem op een bord doen, weet je, net als met een grote pannenkoek en terug. Ja, maar je kunt hem gewoon zo, pak je hem zo beet en dan gooi je hem zo hup omhoog. En dan moet je een beetje zakken, zie je, dan heb ik hem net opgevangen. En dan bakt hij aan de ene kant en dan nu nog aan de andere kant. Oké, ik begin met het Züricher geschnetzeltes. Een drupje olie. Kom. En een klontje boter, omdat het zo lekker is. Als je gouden boter een beetje kleur heeft, gaat de kip erbij. En even kort aanbakken. Je kunt dat in de pan gewoon kruiden, zout en peper. Als de gouden kip zo'n beetje al half goed is, gaan die champignons erbij. En best wel veel, maar champignons slinken heel erg, hè? Dan gaan die fijn gesnipperde uitjes erbij. Die zijn klein gesnipperd, dus die doe ik iets later dan de champignons. Met een teentje knoflook. Nou, zo gauw alles is aangebakken, blus je het een beetje af met een klein scheutje witte wijn. Tenzij je dat helemaal niet lekker vindt, maar het hoort er wel in eigenlijk. Die alcohol zal verdampen. En gewoon een droge witte wijn. Laten we zeggen een ruime slok. Dan gaat een klein beetje vleesjuur daarbij. Zie je, dat hoeft niet veel te zijn. Om het als laatste nog
af te maken met een scheut slagroom. Kijk. Wat er nu gebeurt, is dit rustig een beetje laten inkoken tot de juiste sausdikte. Zie je dat de room een beetje is ingekookt, dat het vlees mooi mals is, de champignons lekker aangebakken. Ja, dan. Het is voor twee personen. Maar hoe krijg ik nou die rösti goed op zijn plek, hè? Eigenlijk niet zo heel moeilijk. De makkelijkste manier is als volgt. Je schudt hem op één bord. Want je wil hem eigenlijk heel houden, hè? En in elk geval niet breken. En dan voor het tweede bord snij je gewoon de rösti. En dan gaat dit zo van het ene bord in één keer, hè, zo op het andere. En wordt het zuurige geschnetzeltes er zo over verdeeld. Lekker, hè? Het enige wat daar dan nog bij komt, is een klein beetje kruiden. In de meeste gevallen, wieslook is eigenlijk het lekkerste erbij. Peterselie zou ook kunnen, hoor. Liefst vers gesneden. Zo. Wieslook erover. En voilà, zuurige geschnetzeltes met rösti. En de Zwitsers zeggen dan een goete, in plaats van smakelijk eten.